Ja, het doet me denken aan iets van een larve of een rups. Die zich om dat huis heeft gedrapeerd, zeg maar. Maar ook wel het gevoel dat het naar beneden kan druipen, zeg maar. Dus dat het verder kan druipen. Nou ja. En ik vind die entree, dat een beetje een soort... dat vind ik wel leuk, die entree, hoe die er dan in zit. Ik moet het dan laten zien. Gaat u maar. Ik zeg, ik heb dat tegen architecten. Omdat ik van oordeel ben dat ze niet in staat zijn met hun moderne opleidingen om een eenvoudig huis waar ik in woon te tekenen. Dat kunnen ze niet. Altijd moet het schreven, altijd moeten bulten aangebouwd worden. Er moeten vreselijk veel ramen bij. En u gaat ernaast wonen, hè? Hoe zegt u? U gaat ernaast wonen. Ik woon er. U woont er al naast? Ik woon er al 80 jaar. En nu krijgt u dit naast u? Ja. Bent u blij? Nou kijk, we hebben een bedrijf. En daar zit een milieuvergunning op. En die milieuvergunning houdt in, we mogen 50 meter vanaf mijn bedrijf, mogen ze pas gebouwen. Uh-huh. Als ze een huis zouden gaan bouwen. Want wij zijn bang, als wij aan het zagen zijn en er woont iemand, dat die gaat klagen over de herrie die wij maken. En dan moeten wij weg. Mm. En hun blijven zitten. En dat is een van de problemen. Ja. Een van de vele. Maar gaat u het tegenhouden? Ja, dat gaan we tegenhouden, ja. Ja? Ja, voor zover ik kan. Oké, dank u wel. Ik denk dat we het ook wel redden. En als het dan toch doorgaat? Ja, ik kan nog niet in de toekomst kijken, maar wij zijn wel een luis in de pels, hoor. Dat houden we ook zo. Of ze moeten het ergens voor kopen. En misschien lezen uw toekomstige nieuwe buren dit, zien dit. Hoe zegt u? Uw toekomstige nieuwe buren zien dit misschien. Wat zou u tegen ze willen zeggen, de nieuwe kopers? Nou, ik vind, als iemand een huis wil gaan bouwen daar, dan moet hij weten, heel duidelijk, dat wij dwars gaan liggen. En waarom? Ook als het aardige mensen zijn? Huh? Ook als het aardige mensen zijn? Ook als het aardige mensen zijn, dat mag. Wij willen niet weggestuurd worden omdat we last hebben van het zagen wat bij ons gebeurt. Mm-hmm. Dat is... En als ze geen last hebben? Als ze geen last hebben? Dan horen ze niks. Dat is maar een ding. Die 50 meter moeten ze vrij houden. Dat is goed. Okay. Bewonersavonden, heb je daar als kunstenaar ooit mee te maken gehad? Redelijk vaak. Vaak als je een kunstwerk in openbare ruimte doet, dan zijn er ook inspraakavonden van buurtbewoners en mensen die geïnteresseerd zijn enzovoorts. In zekere zin is het niet zo heel veel anders. Ja, nou, het is wel een beetje anders, want bij die anderen dan gaan ze over het kunstwerk praten. En ik had nu het idee dat ze meer geïnteresseerd waren in wat er omheen ging gebeuren en wat er nog meer ging gebeuren. Mm-hmm. Dus het ging eigenlijk vrij weinig over het werk zelf. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat er meer... Had je het zelf ook verwacht? Ja, ik had verwacht van een lelijk ding of een mooi ding of wat dan ook. Ja. Ja. Je hebt je eigen stad gebouwd in Rotterdam. Ja. Je eigen land eigenlijk, meer je eigen vrijstaat. Waar doe je het van? Dat is een vraag die we tegenwoordig toch moeten stellen van de minister. Ja, door hard werken en het willen. En als je dat wilt, dan lukt het. En je moet natuurlijk wel het alles een beetje bij elkaar slepen en slim doen. En het is ook een proces geweest waar ik natuurlijk heel lang mee bezig ben geweest. Want ik heb natuurlijk eerst allerlei units gemaakt en verbouwde containers en dit en dat. Die ik allemaal of zelf heb betaald of waar mijn productiekosten zijn betaald door een of ander museum of iets in die richting. En uiteindelijk, al die spulletjes die hou ik dan. En op een gegeven moment zet je het bij elkaar en dan ben je al heel eind. Dus het is, we hebben daar wel voor die... Die vrijstaat hebben we wel een beetje geld gekregen, maar heel erg weinig in verhouding. Het is gewoon, ja, doen. Ja. Je wil de zakken vullen.